Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast wetenschapsjournalist Arnoud Jaspers. Hallo. Arnoud, welkom terug. Ja, ik ben hier iets van ruim een half jaar geleden ook geweest. Ja, leuk. Maar nu is je boek uit. Over hetzelfde thema, stikstof. Ja. Ik heb het echt als een thriller ervaren. Ik vond het spannend en ik moest erom lachen. En ik vond het ook lekker kort en toch lang genoeg om er nieuwe dingen uit te leren. Dus dat is mijn felicitaties om zo'n boek te schrijven. Dat is toch, past ook helemaal bij deze tijd. Dankjewel. Ja, ik hoor het vaak terug dat het echt heel makkelijk wegleest. Wat voor een populair wetenschappelijk boek toch niet vanzelf spreekt. Ik vond het ook leuk om te schrijven. Het ging me relatief makkelijk af. Ja, nou ja, je schrijft ook wel echt goed. Dus, maar je liet je net zoiets ontvallen als het makkelijk schrijven je niet van nature af gaat. Dat je er toch wel je best voor moet doen. Ja, normaliter. Ik ben natuurlijk journalist, dus ik schrijf vaak, of eigenlijk als regel, stukken voor kranten en websites. Nou, die zijn dan hoogstens een paar duizend woorden, meestal minder dan 1000. Dan is het toch altijd ploeteren om alles wat je wil zeggen in dat korte format te krijgen. En dan blijkt dat als je meer de ruimte kan nemen en er ook niet zo'n harde grens op zit, dat je dan toch veel makkelijker schrijft en ook soepeler schrijft. En ik vond ook echt dat dit boek er moest komen. Het is niet zo dat het boek af moest omdat ik een deadline van de uitgever had. Ik vond echt dat dit boek er moest komen en dan ook nog voor de provinciale statenverkiezingen. En ik denk ook dat de algemene verkiezingen niet zo ver meer weg zijn. En dat het daar ook nog een waardevolle bijdrage kan leveren aan het publieke debat. Ja, wat wil jij bijdragen met dit boek? Ik wil dat mensen, het brede publiek, een bredere kijk krijgen op het stikstofprobleem, op de Nederlandse stikstofcrisis. Hm. Dat ze een aantal dingen beseffen, namelijk dat dit heel specifiek is voor Nederland. Geen enkel ander land doet dit. Dat we het, vind ik, onszelf hebben aangedaan. En dat het ook echt gewoon anders kan. Het is helemaal niet zo dat wij in een fuik zitten. Dus zo heet het boek natuurlijk wel, de stikstoffuik. Maar er is een uitweg uit de fuik. En daarvoor hoeven we echt niet uit de Europese Unie te treden. Zoals wel eens gesuggereerd wordt. Het is wel zo dat we volgens mij gisteren nog berispt zijn door EU-bureaucraten over het stikstofdossier. Ja, die brief van Sinkevicius. Dus het is daar, misschien ben je wat optimistisch over de mate waarin we dit aan onszelf te danken hebben. Je hebt ook zoiets als, je kunt dingen borgen op Europees niveau en dan kom je er vervolgens niet meer vanaf. Mm-hmm. Ja, daar kunnen we het over hebben. Maar laten we het eerst hebben over die grenzen. Daar zitten we eigenlijk al bij. Dat is ook iets wat je zegt in je hoofdstuk op een heel leuke manier, zeg je steeds aan de talkshowtafel. Dus bedoel je daar nou precies mee? Nou, ik had bij het schrijven van dit boek ook vaak in gedachten. Hoe zou ik het nou formuleren als ik daar aan een talkshowtafel zat? Oh, op die manier. Omdat dat dwingt je om in hele, ja, eigenlijk in slogans of in soundbites toch iets over te brengen wat inhoudelijk deugt en wat ook wat te begrijpen is op tv. En daarom heb ik boven elk hoofdstukje staan drie van die. Oh. Ja, van die quotes, als het ware, van aan de talkshowtafel. Nou, je zegt zelf dat het boek hoogst urgent is, ook voor politiek. En een van jouw soundbites is dus de stikstofcrisis, tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. De stikstofcrisis houdt op bij de Duits-Nederlandse grens. Ja. Dus het is een typisch Nederlands probleem. Zeker. Nou, ik heb de stukken die daarover gaan gelezen. Fijn als je het toch nog even reconstrueert. Waarom is het nou een Nederlands probleem? En kun je misschien meteen meenemen in je gedachtegang dat wij misschien vanuit de advocaat van de duivelpositie geredeneerd, mm-hmm, ook gewoon voorop lopen. Dus het is een typisch probleem wellicht. Ja, ja. Maar dat heeft toch ook te maken met de wens van veel Nederlanders om voorop te lopen in een in de weg naar een ecologisch betere toekomst. Oké. Laat ik beginnen bij Europa. Hè? Er is een Europese habitatrichtlijn, habitat- en vogelrichtlijn. Dat is een Europese regel waar Nederland voor getekend heeft. Dat is op zich juist, hè. Dat wordt vaak gezegd, dat is juist. Maar alle lidstaten moeten dan zelf invullen hoe ze hun Natura 2000 gebieden gaan beschermen. Hoe ze de staat van de natuur daar goed houden of zelfs herstellen als die slecht was. Alle lidstaten kiezen hun eigen invulling. Nederland heeft daarvoor de invulling gekozen
om alleen maar te focussen op het omlaag brengen van de stikstofdepositie in die Natura 2000 gebieden. Eigenlijk op niks anders. Geen enkel ander land doet dat, en dat is waarom ik zeg dat de Nederlandse stikstofcrisis, die houdt echt op bij de grens. Zodra je er bij Duitsland de grens over gaat, doe je één stap over de grens, dan gelden voor boeren hele andere regels, veel ruimere regels dan voor Nederlandse boeren die precies hetzelfde doen rond hetzelfde Natura 2000 gebied. Maar meteen wat ophelderingsvragen. In je boek laat je ook zien, Duitsland is een heel groot land, dus de boerengebieden, ja, dus aan de kant van Nederland, het noorden van Duitsland eigenlijk. Daar hebben ze dus evenveel stikstofuitstoot, zo niet meer, net als in Noord-Italië. Maar dat wordt gecompenseerd door de bosrijke gebieden, ja, meer in het zuiden. Nou ja, dat is een administratieve compensatie. Als je over het hele land gaat middelen, dan heeft Duitsland dus minder stikstofprobleem dan Nederland. En hetzelfde geldt voor Italië. Ah. Als je over het hele land uitmiddelt, dan lijkt het of ze daar niet zo'n stikstofprobleem hebben. Maar zou het dus zo zijn dat als Duitsland kleiner was, dat ze wel ook deze stikstofcrisis ervaring zouden hebben? Nou, dan zouden ze dus dezelfde. Of zou je toch zo ver willen gaan als dat ze in Duitsland ook niet zo serieus dat criterium toepassen en zeggen van, er zijn meerdere manieren om de natuur te beschermen en te cultiveren dan alleen de stikstof meten? Dat precies. Dat is nu wat ze in Duitsland doen. En als je kijkt naar Noordwest-Duitsland, hè, dat is een gebied ongeveer zo groot als Nederland. En in dat stuk is de stikstofoverbelasting vergelijkbaar met die in Nederland. En toch zie je dat ze daar, in dat Duitse stuk, hanteren ze Duitse regels. Die zijn veel soepeler dan in Nederland. Echt absurd. In Nederland zijn we echt absurd streng in sommige opzichten. En toch zie je dat de natuur daar ook gewoon floreert, net als in Nederland. Er zijn problemen, zeker. Het is niet perfect. Maar je ziet dus dat het helemaal niet nodig is. Maar dat zou gek zijn, dat vroeg ik me ook af. Als het alleen maar een administratieve truc is, dat ze, of althans, gewoon langs natiestaatgrenzen rennen, rekenen. Dan zou je verwachten dat noorderdeel van Duitsland, dat daar ook wel sprake is van, dat je de negatieve consequenties van die stikstofuitstoot wel ziet. Ja, en dat is dus heel subtiel of onduidelijk. Ah. En er is zeker geen sprake van dat in Duitsland enorm de noodklok geluid wordt over de natuur staat op omvallen. Dat is daar geen issue. Dus ze hebben daar ook wel, natuurlijk hebben ze daar ook natuurbeheer, natuurbehoud. En er zijn wel soorten waar het mee slecht gaat, enzovoort, enzovoort. Maar niemand roept daar op een hoog niveau dan van de natuur staat op omvallen en we moeten nu radicale maatregelen nemen. Ja, maar dat is dus ook zo omdat Duitsland een gevarieerder land is dan Nederland, met genoeg plekken waar de natuur juist bloeit. Terwijl Nederland dat eigenlijk minder heeft. We hebben ook toch veel minder Natura 2000 gebieden? We zijn veel kleiner en we hebben veel minder bossen. Ja, we hebben er nou best wel veel, hè, 160 Natura 2000 gebieden voor zo'n klein land. Dat is, maar de totale oppervlakte in Nederland van die Natura 2000 gebieden is even uit mijn hoofd iets van 15% van Nederland. En er zijn andere landen in Europa die hebben wel meer, als percentage hebben die een groter gedeelte van hun land tot Natura 2000 bestempeld. En dat kan ook makkelijk als je een land hebt als Spanje bijvoorbeeld. Weet je, dat hele binnenland van Spanje, ja, daar wonen nauwelijks mensen, er is weinig activiteit. Ja. Kan je lekker makkelijk zeggen, nou, dat is Natura 2000 gebied. Ja. Dat kunnen wij dus in Nederland niet. We zijn klein, we zijn dichtbevolkt. Elk lapje grond, daar is eigenlijk een strijd over van wat mogen en moeten we daarmee? Wordt dat weiland? Wordt dat akkerland? Wordt dat? En als je zou zeggen van die 15% die Natura 2000 gebied is, hoeveel procent van ons land is dan toch nog, ik zou je nog tot natuur kunnen rekenen, maar is geen Natura 2000 gebied? Ja. Kom je dan toch op een kwart van Nederland of hebben wij gewoon alles wat natuur is teruggebracht tot Natura 2000? Nou nee hoor, buiten de Natura 2000 gebieden zijn er ook nog gebieden die zijn natuur, maar niet in die mate beschermd. Het percentage weet ik niet uit mijn hoofd. Wat wel nu een issue is, wat ook weer speelt vanuit Europa, is dat er dus een nieuwe overeenkomst is dat je 30% van je land, dat moet natuurgebied zijn. Niet per se Natura 2000 gebied met de allerstrengste bescherming, maar natuurgebied. Nou, in Nederland zitten we daar momenteel nog wat onder. Ik dacht dat we nu in totaal een kwart natuurgebied hebben in Nederland. En daarvan is dus die 13% is dus Natura 2000 gebied. Ja. En is het nou, en als ik het goed begrijp, heb je dus die Natura 2000 gebieden, die definieer je, dat borg je in Europese regelgeving, maar vervolgens hoe je het
handhaaft en in cultuur brengt, zo'n gebied, is toch weer afhankelijk van lokale interpretaties. Is aan de lidstaten, ja. Bijvoorbeeld, nou even terug naar Italië weer. Je hebt daar de Po-vlakte, dus ook weer zo'n gebied ongeveer zo groot als Nederland. Ik zag een plaatje, ja. Waar zelfs nog meer stikstofbelasting is dan in Nederland. Het hele noorden eigenlijk, hè? Ja, Noord-Italië. Tegen Zwitserland aan. Ja, dus rond de Po, de Po, dat is die rivier. En daar zit een grote rivierdelta omheen. Nou, daar wordt ook landbouw bedreven. Heel veel stikstof. Als je daar een grens omheen zou trekken, heb je dus een soort Noord-Italië, wat net zo groot is als Nederland, maar met meer stikstofbelasting dan Nederland. Niemand daar heeft het over stikstof. Het is gewoon geen issue. Dat komt dus omdat er ook heel veel gebieden zijn die compenseren voor die stikstofuitstoot, waardoor het netto ook niet zoveel is. Nou ja, en omdat ze andere criteria hebben om te beoordelen. Omdat ze andere criteria hebben om te beoordelen van wat is natuur en hoe goed gaat het met de natuur. Ja. Want dat middelen per land, dat is niet een officieel criterium. Hè. Europa doet dat niet, maar er wordt in Nederland vaak gezegd, om te bewijzen dat het in Nederland zo slecht gaat, dan wordt gewezen op de stikstofdepositie. Per vierkante kilometer in Nederland, zeggen ze, dat is het hoogste van Europa. Ja, dat komt dus omdat wij geen heel groot achterland hebben waarmee we dat kunnen middelen, zodat we laag uitkomen. En dat kan in Duitsland en in Italië, kan dat dus wel. Maar het is een puur Nederlands ding, hè? Dat per de stikstofdepositie per vierkante kilometer uitrekenen voor een land. En dan zeggen, ja, Nederland is het vieste land van Europa. Nou ja, dat is dus de reden. Ook andere landen hebben wel degelijk grote gebieden waar de stikstofbelasting net zo erg is of erger dan in Nederland. Maar die doen daar niks mee. Die zeggen van, nou ja, oké. Okay. Ja. Nou, we zijn nog bij hoofdstuk 1. En ik ga niet alles bespreken, maar je maakt daar ook de talkshow-opmerking. Dus een van de snelle opmerkingen die je daar doet is, de Nederlandse natuur staat niet op omvallen en ik wil die graag nog verder met je uitpakken, omdat ik ook op Twitter zag dat je wel bekritiseerd wordt vanwege het niet serieus nemen van de discussie over het verlies aan biodiversiteit. Ja. En men zegt eigenlijk van ja, maar dit boekje gaat niet goed in op dat er toch een klimaatcalamiteit is, namelijk dat we snel een nivellering van soorten zien, dus er blijven minder soorten over en dat gaat ook nog eens sneller dan het ging. Hè? Dus een versneld verlies van biodiversiteit. En ga jij daar nou wel doen? Jouw boek, neem jij dat nou wel serieus, Arnoud? Dan zeg je van, de Nederlandse natuur staat niet op omvallen. Ja. En toen dacht ik wel van, ja, maar ja, dat is dus niet wat jouw critici bedoelen. Die zeggen namelijk van, hij staat ook niet op omvallen, maar het is wel zo dat hij dus degradeert. En hoe ga jij nou met dat argument om? Oké. Als we het erover eens zijn dat de natuur, Nederlandse natuur, niet op omvallen staat, hè? Dan kun je een discussie hebben, een redelijk gesprek hebben over, nou, waar gaat het goed, waar gaat het slecht, welke diersoorten, welke plantensoorten. Wat je dan ziet is dat de natuur op voedselarme gronden, dat is heide en duin, daar heeft de natuur problemen. En dat komt mede door te veel stikstof. Dat ontken ik helemaal niet. Maar dan hebben we het toch wel over belangrijke gebieden, bijvoorbeeld de Veluwe en de duinen. Ja. Maar het is niet zo dat die gebieden, als je dit zou laten gebeuren, dat woestijnen worden, die gebieden, of dode zones of zo. Daar verandert de natuur. Dan kan je zeggen, sommige soorten zouden, het zou kunnen dat sommige soorten dan uit Nederland verdwijnen, maar die komen dan over de grens in Duitsland of in Frankrijk nog voor. Dus je kunt wel zeggen, dat is jammer voor Nederland. Ja. Maar je moet wel de discussie voeren over, tot welke prijs willen wij de natuur die er nu is in Nederland volledig behouden? Daar kun je over discussiëren van 100% dat allemaal behouden is niet per se een dogma, vind ik, wat je moet aanhouden. Je moet op een gegeven moment ook accepteren dat de natuur verandert. Dan noemen we ecologen noemen dat dan al verarming. Ja, als je nou nagaat dat ze enerzijds maakt men zich druk over het verdwijnen van sommige soorten waterplantjes uit de duinen. Anderzijds wordt er dan weer gezegd, ja, we moeten ook invasieve exoten bestrijden. Dus ja. Plantjes die zich daar prima thuis voelen in de duinen en die dan eigenlijk die kwijnende soorten vervangen, ook ecologisch, qua functie vervangen, dat mag dan niet, want die komen van buiten. Die moeten worden uitgeroeid, maar degenen die er al stonden, maar die het niet redden, die moeten worden beschermd ten koste van enorme
offers van wat er dan in de omgeving mag gebeuren. Dus ik vind die discussie over biodiversiteit is heel dogmatisch. En die dogma's worden vaak niet benoemd. Die worden voor mensen normale burgers die er niet expliciet verstand van hebben, wordt er zoveel mist opgetrokken over wat biodiversiteit is. Hmm. En er wordt vaak zonder... Maar laten we mist. Maar laten we het dan maar even gewoon helemaal plat slaan. Dus biodiversiteit is een variëteit aan soorten planten en dieren die afneemt. Ja, je kunt letterlijk zeggen, je telt gewoon het aantal soorten planten en dieren wat in een bepaald stuk natuur voorkomt. Nou, wordt dat minder, dan is het slecht. Wordt dat meer, dan is het goed. En jij suggereert nu heel sterk dat er weliswaar sprake is van een verarming, maar dat het niet zo is dat we straks... Ik bedoel, de meeste mensen zullen niet eens zien dat het verarmd is. Die zullen niet eens opmerken dat de natuur daar veranderd is. En wat vaak ook als een van die dogma's waar ik het over had, hè, dat de discussie heel dogmatisch is over biodiversiteit, is wat ik dan noem de kaartenhuisfilosofie. Het idee van als ook maar het minste of geringste plantje of diersoort verdwijnt, dan stort het hele systeem in. Hm. Nou, in zijn algemeenheid is dat gewoon niet waar. Je kunt soorten en zelfs hele groepen dieren kun je uit een ecosysteem halen. Dan verandert het ecosysteem, zeker. Andere soorten ondervinden daar ook de invloed van. Hm. Maar het is niet zo dat het hele ecosysteem instort in de zin van dat daar dan niets meer groeit of leeft. Hm. Dus, en de ecologen kunnen het dan heel jammer vinden dat het, zeg maar, de natuur die is aangepast aan voedselarme heidegrond, dat die dan in een deel van Nederland verdwijnt. Maar als je de burger het eerlijke verhaal daarover vertelt, dan vraag ik me dus ten zeerste af hoe erg die burger dat vindt, als je hem ook uitlegt hoeveel dat kost. Hè? Qua boerderijen die moeten verdwijnen, geld dat het kost om ze uit te kopen, het verlies aan bijvoorbeeld landbouwexport, doordat al dat soort activiteiten niet meer mogelijk is. Die afweging... Inmiddels zijn de consequenties wel wat groter dan dat, hè, Arnoud. Je kan geen festival meer organiseren of over wijk uit de grond stampen of ze beginnen over stikstof. Je kan ook geen wielerronde meer organiseren rond zo'n gebied. Notabene niet met z'n allen op de fiets. Maar zelfs de matrixborden die je dan met een vrachtauto het gebied in wilt rijden om de fietsers de weg te wijzen, dat mag niet meer vanwege de stikstofuitstoot. Je maakt wel grapjes in je boek ook over dat je zegt, op een gegeven moment komen we hier in Nederland in die situatie waarin de honden niet meer in het bos mogen pissen. Met een luier om wel, ja. Mogen ze met een luier... dat is een grapje van mij, maar dat is wel de consequentie uiteindelijk waar dat toe leidt. Ja. Ja. Het is een soort rare situatie, want er is dus die biodiversiteitsdiscussie. Die wordt niet gevoerd, maar er wordt een model op geplakt, waardoor dus eenzijdig wordt gemeten wat natuur nog is in dit land en hoe je het kunt cultiveren. En je beschrijft ook in een ander hoofdstuk hoe daar in die modelwerkelijkheid ook sprake is eigenlijk van algoritmisch bestuur, een computerprogramma, Arius. Ja. Arius. Arius, ja. En dat Arius, dat is zo geprogrammeerd dat het lijkt ook, als je gewoon naar de discussie kijkt, alsof er dus een computerprogramma oplossing is waar ecologen de parameters van hebben aangeleverd. En dat nu eigenlijk op een eerlijke, of zeg maar waar onwaar manier zegt van wat we moeten doen. Zo wordt het echt gepresenteerd. Jij bent wetenschapsjournalist. Mm-hmm. Zo presenteer je jezelf ook in dit boek. Ja. Op de achterkant bijvoorbeeld. Dus ik dacht, misschien kun je daar eens op reflecteren. Hebben ze daar niet toch ook een punt? Nou ja, het is... Dat ze met dat Arius toch eigenlijk zeggen van, als je uitgaat van dat je die Natura 2000 gebieden wil bewaren, wil cultiveren, dat je dat met dit computermodel goed kunt voorspellen hoe dat loopt. En waarom is dat nou niet zo? Zie je mijn cynische glimlach? Ja. Kijk, computermodellen kunnen natuurlijk nuttig zijn om allerlei dingen te doen in de wetenschap. Alleen, je moet altijd heel goed beseffen wat een computermodel wel kan en wat het niet kan. En dat besef is bij het stikstofbeleid in Nederland compleet uit zicht geraakt. Dat computermodel, dat kan redelijk goed simuleren en aangeven op grote schaal waar stikstof neerslaat. En dus waar zitten de stikstofuitstoters, waar slaat de stikstof neer? En dan kun je redelijk zeggen van, nou, in het gebied, zeg maar, noem eens wat, de provincie Zuid-Holland, hoeveel stikstof slaat daar neer per vierkante kilometer? Nou, dat is nuttige kennis. Maar wat dat model niet kan, en dat geven alle deskundigen ook toe, dat is onomstreden,
Het model kan niet zeggen van ik heb hier één boerderij, die heeft zeg 100 melkkoeien, dat stoot stikstof uit. Hoeveel van die stikstof dan terechtkomt op een Natura 2000 gebied 3 kilometer verderop? Dat kan dat model niet aangeven, niet voorspellen. Maar je kan het op andere manieren meten, toch? Aanvullend? Ja, maar dat wordt niet gedaan. Dat is te moeilijk. Je kunt niet voor al die duizenden boerderijen gaan meten wat de uitstoot is van die ene boerderij op dat Natura 2000 gebied. Ja, maar neem nog even helemaal mee in de gedachtegang, want dan snap ik het. Je zou kunnen zeggen, doe het dan bij 10 boerderijen, dan kun je wat generaliserende conclusies trekken over 100 boerderijen. Hè? Dus je kunt stapsgewijs redeneren en zeggen van nou, type boerderijen gaan we bestuderen. En dat kan nou net niet. Nee, dat kan niet. Dat kun je kunt dat wel doen om nogmaals de grote schaal van de neerslag van stikstofdepositie, dan kun je dat met dat model kun je dat wel te weten komen. Hmm. Dus dat eik je dan als het ware door bij een aantal op een aantal punten echt te meten, zowel de uitstoot als de stikstofdepositie, de neerslag. Dat kan en dat is ook gebeurd. Daarmee valideer je dat model voor op grote schaal. Dus als je wel wat wil zeggen over hoeveel slaat er in dit gebied van 5 bij 5 kilometer neer. Maar het grote kwaad van dat model is, van dat ARIES-model, dat ze het gebruiken om individuele boerderijen een vergunning te geven, al of niet, of een vergunning te weigeren, voor wat die ene boerderij aan stikstofdepositie veroorzaakt op dat ene Natura 2000 gebied. En daarvan zegt elke deskundige die iets van dat model begrijpt, dat kan niet. Dat model geeft wel een voorspelling, die zegt wel iets over hoeveel die stikstofdepositie dan wordt. Maar de onzekerheid daarin is bijna 100%. En wanneer zijn we met dit model gaan werken? Best al lang geleden. Ik weet niet precies het jaartal, maar ze zijn al 20 jaar bezig. Nou ja. Het wordt natuurlijk telkens ook geüpdate en verbeterd. Want we komen nu ook in de fase dat het model ook daadwerkelijk gebruikt wordt op een manier om het boerenbedrijf in een hele regio te disqualificeren. Ja, kijk, en dat zou dus wel kunnen, als ik jou goed begrijp. Nee, ook weer niet. Want over een hele provincie kun je misschien wel een uitspraak doen. Ja, je zou kunnen zeggen... Dat is toch nu wat de regering ook wil? Nou, je zou kunnen zeggen met dat model, met dat ARIES-model, zou je kunnen zeggen, nou, in Zuid-Holland is de depositie zoveel te hoog. Dus dan moet het ook zoveel omlaag. Dat kan je zeggen. Maar als je dan gaat kijken naar boerderijen in die provincie, en dat zijn er natuurlijk al gauw honderden of zelfs duizenden, dan hebben we nu de issue van, er moet een lijst met piekbelasters worden opgesteld. Dus dat zijn de boerderijen, de veehouderijen, die het meeste stikstofdepositie op individuele Natura 2000 gebieden veroorzaken. Dan moet je dus weer met dat model gaan rekenen en van één boerderij gaan bepalen hoeveel stikstofdepositie die op dat ene Natura 2000 gebied veroorzaakt. En dat kan dat model dus niet. Dus die lijst met piekbelasters die wordt opgesteld, die gaat opgesteld worden. En dat zijn de boerderijen die dus gedwongen uitkoop boven het hoofd hangt. Die lijst die zal niet kloppen. Daar zullen ze wel een heleboel vals positieve op zitten. Dus wil zeggen dat het model zegt, jij bent een grote overlast veroorzaker. Terwijl dat niet waar is. Terwijl andere boerderijen die daar ook in de buurt liggen, die worden dan vrijgepleit door het model. Oké, jij bent geen piekbelaster, terwijl ze dat in werkelijkheid misschien wel zijn. En dat is dus een modelwillekeur. En dat is een enorm probleem wat er nu aankomt. Want er moeten, volgens het beleid van dit kabinet, moet een lijst met piekbelasters worden opgesteld. En die hebben dan tot november 2000, dit jaar hebben ze de tijd om er vrijwillig mee te stoppen. En daarna worden de onteigeningen in gang gezet. En dat gaat dus om de piekbelasters. En dat is waarschijnlijk al een vooraankondiging van wat er met heel veel meer boeren zal gaan gebeuren. Nou ja, er is nu sprake van 3000 piekbelasters uitkopen dan wel onteigenen. Dat is al best heel wat. Dan ben je er nog niet als je echt die complete stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden, als je die echt voor alle Natura 2000 gebieden omlaag wil brengen tot de norm, dan ben je er met 3000 piekbelasters nog niet. Maar zover kijkt men nog niet eens. Voorlopig wil men dus aan de slag met die 3000 piekbelasters. Maar wat is ongeveer de grens waar je aan moet denken om eraan te voldoen? Dus moeten de helft van de boeren stoppen? Of is er zoveel stikstof, wind, dat je... Dat weet dat ik niet. Dat de foutmarge zo groot is dat het wat... Dat er wordt ook wel gesuggereerd dat iedereen moet stoppen, omdat we... Nou, kijk, de, 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 de,
de overkoepelende doelstelling is dat de complete uitstoot van stikstof gehalveerd moet zijn in 2030. Dan heb je het niet alleen over landbouw, maar ook over alles samen. Dus ook het verkeer, industrie. Ja. Die allemaal samen, hun uitstoot moet gehalveerd worden in 2030. Waarbij dan eigenlijk automatisch ook geldt dat de uitstoot van de landbouw gehalveerd moet worden. Een groot deel van die uitstoot komt van veehouders. Dus zeg maar uit de losse pols kan je wel zeggen dat dan de helft van de veehouders zou moeten stoppen. Maar dat is niet een berekening of zo. Dat is iets wat ik nu even schat. Ja. Ja. Dus dat zijn er veel meer dan 3000. Ja. Er zijn iets van, er zijn vele duizenden veehouders in Nederland. Jij zegt dus eigenlijk die stikstofmetingen, dat is niet de enige manier waarop je zou moeten kijken naar natuurbehoud. Dat is een keuze en dat is een fuik waar we in zijn gezwommen. Ja. Misschien kan je wat vertellen over hoe we er nog meer integraal meer naar zouden kunnen kijken. Als je dat... Mm-hmm. Nou ja, het punt Arius is natuurlijk... Als je dat Arius ook naar je neer zou leggen als een tool in plaats van de beslissende tool. Wat zijn nog meer probate instrumenten om te zeggen, wij passen op onze natuur? Of zeg je uiteindelijk, want het is ook de suggestie heel sterk, het zijn dilemma's die je moet zien en het een tegen het andere afwegen. En je kunt gewoon die biodiversiteit niet op deze manier nastreven. Of zeg je toch, er zijn toch ook andere meetinstrumenten? Ja, kijk, dus dat zijn twee dingen. Eén, hoe bepaal je nou de staat van de natuur? En en als het slecht gaat, wat is dan de reden? Dat is één ding. Daarna krijg je nog een afweging van, nou, moeten we wel alles willen behouden? Maar eerst het eerste. Dus hoe kijk je naar de natuur? Hoe bepaal je de staat van de natuur? In feite wordt dat al lang gedaan. Hè? Er zijn natuurbeheerders die tellen hoeveel soorten, die maken inventarisaties van hoe goed met allerlei planten en dieren gaat in die natuurgebieden. Al die gegevens die zitten in een nationale databank. Het rare is dan dat die databank weer niet toegankelijk is voor onafhankelijke onderzoekers. alleen natuurbeschermingsorganisaties mogen in die data kijken. Ook zoiets absurds. Ja. Dat is toch de lobby van natuurmonumenten en staatsbosbeheer? Of zijn dat dan die data hebben? Natuurmonumenten neem ik aan, bijvoorbeeld. De overheid beheert volgens mij die databank. Maar daar mag je niet zomaar in kijken. Daar moet je of heel veel geld voor betalen, of natuurbeschermingsorganisaties zoals natuurmonumenten hebben wel toegang tot die databank. Dat lijkt het RIVM wel. Om hun plannen te formuleren. Dus in principe zijn er heel veel data beschikbaar over hoe het gaat met de natuur. Maar die zijn niet openbaar. Daar kan je niet. Daar word je wel verdacht van, hè? Ja, daar word je achterdochtig van. Dus je hoeft helemaal niet alleen maar naar stikstof te kijken om te bepalen hoe goed of slecht het met een natuurgebied gaat. En dan kan je dus. En er worden ook allerlei plannen gemaakt over bijvoorbeeld als het gaat over bewatering. Hoe is de grondwaterstand in het gebied? Er wordt ook heel erg ingegrepen in Natura 2000 gebieden. Bijvoorbeeld, ze worden soms letterlijk afgegraven met bulldozers om de natuur te herstellen. Dus er gebeurt al heel veel. Het is eigenlijk absurd dat dan hoeveel stikstof daar neerslaat, dat nog steeds een criterium is om overal in de omgeving vergunningen in te trekken van boerderijen en om dingen te verbieden zoals een wielerronde of een eendaags popfestival. Als je kijkt hoe er wordt ingegrepen in natuurgebieden met zwaar materieel en door, soms wordt er gewoon een paar honderdduizend kuub zand in een Natura 2000 gebied gestort omdat Staatsbosbeheer denkt dat je dan een beter soort natuur daar kunt bouwen. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Ja. Maar de relatie met minieme hoeveelheden stikstof die dan neerslaan in zo'n gebied, die is volkomen zoek en eigenlijk ook puur modelmatig. Dat is één ding, hè. Hoe bekijk je dan hoe staat de natuur ervoor? Ja. Je vertelt wel smalend, hè, over die kubieke meters zand die dan worden gestort. En ik ken dat soort natuurgebiedjes ook wel, dat je zelf al door hebt van dit is aangelegd. Maar dat is ook wel weer mooi, toch? Dat wij met een zekere romantische inborst. Het is prachtig. Nederlandse literatuur, wou ik zeggen. Nederlandse natuur, zoals de literatoren daarover schrijven. Ja. Gaan we dan creëren, eigenlijk niet eens herstellen. Ik bedoel, je schrijft er ook in je boek ook smalend over van, ja, welke natuur is dit? Is dit nu? Is het 19e eeuws? Is het misschien 17e eeuws? Nou, ouder is het in ieder geval niet. Er is ook iets voor te zeggen dat de romantische maakbaarheid
Ja, dat kan je zeggen. Daar kan je voor kiezen. Hè. En, ja. Dus dan heb je een met heel veel geld en heel veel geweld, zou ik bijna zeggen, een nieuw stuk natuur gecreëerd. Mm-hmm. Waarvan we denken dat het daar in 1900 ook lag. Kunnen mensen daar prachtige wandelingen maken. Dat is heel fijn voor die mensen. Ja. Maar wat is de prijs? Vertel het eerlijke verhaal over wat de prijs is om dat te doen. En in sommige gebieden zal het goed kunnen. In andere gebieden veroorzaakt het gewoon een enorme ellende. Omdat maar de prijs is vooral dus dat we die stikstofdepositie eraan koppelen, toch? Om de Veluwe mooi te houden dieren te laten rondlopen. De prijs wordt betaald door de samenleving via de stikstof. Want in zo'n gebiedje, in zo'n prachtig hersteld natuurgebied, dat is dan veelal natuur die heel stikstofgevoelig is. Dus geldt dan van, de kritische depositiewaarde wordt hier overschreden. Dus mag er in de hele omgeving, zeg maar 25 kilometer in de omtrek, mag er bijna niks meer wat stikstof uitstoot. Dus gaat dan dat popfestival niet door. Dan mag die wielerronde niet meer. Dan krijgen boerderijen daar geen vergunning meer. Dus dat is de prijs die wordt betaald via dat mechanisme van de stikstof door de samenleving. Maar dat verhaal hoor je niet. Voor dat stukje romantische natuur. Ja, dat verhaal hoor je niet. Hoeveel het kost dat natuurliefhebbers daar prachtige wandelingen kunnen maken op zondagmiddag. Ja, want dan maak je toch het argument weer zo dat je zegt van het is er voor de natuurliefhebber. Terwijl de natuurliefhebber zelf die denkt dat het er is voor het ecologisch evenwicht. Ja. In heel veel gevallen, hè? Ja, ik reacties op jouw boek lezen. Ja, ik ken het argument, ja. Ja, wat kun je daar toch nog een keer op ingaan? Het is niet omdat die GroenLinks-boomer daar lekker kan wandelen, maar het is omdat ze denken dat het belangrijk is voor het ecologisch evenwicht in de wereld. Precies. Dus en niet alleen. Ze zeggen niet alleen van dit is een heel mooi gebied waar ik fijn kan wandelen met mijn kinderen. Maar ze zeggen dit is van levensbelang voor de natuur in Nederland. Mm. En dus ook voor de mens in Nederland. Ja, precies. Ik hoor ze het zeggen. Ja, en dat is dus gewoon niet waar. Wij zouden bij wijze van spreken, niet dat ik daar een voorstander van ben, maar als wij heel Nederland zouden asfalteren, dan zouden wij hier een stadstaat hebben waar 50 miljoen mensen kunnen wonen en dan ook nog een economie als Hongkong of Singapore aan de gang houden. Dus het zou ook zonder natuur kunnen. Daar ben ik helemaal geen voorstander van. Natuurlijk willen we ook natuur in Nederland, maar het argument dat het van levensbelang is voor de Nederlander, dat we hier letterlijk niet meer zouden kunnen leven als we dat soort dingen niet doen, dat soort wensen natuur aanleggen, dat argument is gewoon niet geldig. Dat is echt een drogreden waarmee je dus de balans tussen kosten en baten volkomen uit het lood trekt. Eigenlijk verklaar je die hele afweging verklaar je dan ongeldig, hè, als ecoloog. Dan zeg je, maakt niet uit, koste wat het kost. Elk waterplantje is van onschatbare waarde. Dus we tellen gewoon helemaal niet mee welke consequenties dat heeft voor de rest van de maatschappij. Nou, en dat als je is tegemoet gekomen aan dat argument van de mensen die zeggen dat biodiversiteit heel erg belangrijk is. En ook in het vraagstuk van natuurherstel en daarmee klimaatverandering. Als je daarmee mee wil, zou je dan moeten zeggen, we moeten als Nederland gaan investeren in het beschermen van het oerwoud? Kijk, dat sowieso. Hè. Als je je zorgen maakt over de biodiversiteit in de wereld. Daar is namelijk biodiversiteit. Ja. En hier is die er al niet om te beginnen? Nou ja, er is nog wel wat biodiversiteit. Maar niet zo dat als er hier iets zou verdwijnen, dat het dan ergens anders op de wereld ook verdwijnt. Mondiaal. We hebben geen unieke natuur. Nee, nauwelijks. Niet of nauwelijks. Dus wij hebben een paar wel belangrijke Natura 2000 gebieden die ook internationaal belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de Waddenzee, een heel groot gebied. Gelukkig niet stikstof overbelast, dus die stikstofproblematiek speelt niet voor de Waddenzee, gelukkig. Maar goed, dat is een belangrijk gebied. Heel veel trekvogels hebben dat als tussenstation. Oh ja. Dus ik ben er helemaal voor om de Waddenzee goed te beschermen. Maar dat is heel wat anders dan al die minieme lapjes hoogveen in Drenthe ook beschermen. Maar doen wij dat naar jouw mening, Arnoud? Dat de Waddenzee goed beschermen? Of bijvoorbeeld het Biesbos? Ja. De Veluwe? Biesbos ook, ja. Nou, Veluwe, daar kun je over discussiëren. Hè? Maar wat echt belangrijk is, dus de Waddenzee en de Biesbos, die worden gewoon goed beschermd. Die staan al zeker niet op omval. Hè? Maar wij zouden als Nederland en qua natuurbeheer keurig
onze internationale verplichtingen kunnen voldoen door ons te concentreren op een paar van die grote, belangrijke Natura 2000-gebieden. De Noordzee, Waddenzee, Biesbos. En dan hebben wij, dan is onze internationale betekenis qua biodiversiteit is verzorgd. En wat we dan in het binnenland met die minieme lapjes hoogveen en trilveen en schrale heide doen. Ja, ik word er een beetje cynisch van. Hè. Als je dat ook leest, het lijkt soms wel of je zo'n Olly B. Bommel boek leest over hoe dat dan heet. Trilveen, schrale heide, blauw gras. Dat zijn allemaal van die, dat is van die wensnatuur waar Staatsbosbeheer en natuurmonumenten dol op zijn. En die dus met heel veel moeite in stand gehouden worden in Nederland. Maar internationaal betekent het gewoon niks. Nee, nou ja, het is natuurlijk ook wel je goed recht als land om je eigen modderpool te cultiveren en schoonheid. Dat is je goed recht. Dat is de andere kant. Dat je goed recht. Maar de kosten zijn te hoog. Mits je het eerlijke verhaal vertelt over wat dat dan betekent en wat dat kost. Ja, het is mooi dat je dat onderscheid maakt. Want het betekent natuurlijk ook iets als boeren weg moeten. Over romantiek van boeren gesproken. In de categorie aan de talkshowtafel zou je ook zeggen, volledig biologische landbouw zal in Nederland 3 keer zo weinig voedsel produceren. Dat geloof ik graag. Mm-hmm. Maar kun je misschien eens je gedachten laten gaan met ons delen. Als je gewoon spreekt over boeren die... Kijk, want biologisch boeren is ook maar een categorie, hebben boeren mij wel uitgelegd. Mm-hmm. Dus je hebt heel veel boeren die zitten daar tegenaan, maar die willen niet meedoen met die certificatie, omdat je dan weer allerlei controlemechanismen wordt onderworpen. Ja. En dus ook dat is al lang een bureaucratie. Ja. Dus je hebt heel veel extensieve boeren die zeg maar 80 koeien hebben of 100, maar niet meer. Dat ik het ongeveer als grenzen aannemen. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk die echte intensieve veehouderij. Ja. Maar is het nou zo dat je, kun je eens je gedachten delen over, stel dat we nou van die varkensflats en die grote, supergrote boerderijen afkomen. Wat stellen we dan nog voor als exporterend land? Want biologisch boeren, ik snap ook wel dat je daar veel, dat een decimeren van de industrie is. Dat geloof ik ook wel. Ja, natuurlijk. Daar heb je veel minder opbrengst. Ja. Dat wordt door veel mensen juist als een voordeel gezien, minder opbrengst. Want dan exporteren we minder. En export schijnt om de een of andere reden, als het over landbouw gaat, slecht te zijn. Nou, we exporteren hartstikke veel gewoon naar Duitsland, naar Tsjechië. Naar buurlanden. Ja, Duitsland, Frankrijk. Ja. Ook wel wat verder weg, maar bijna allemaal in de EU. Dus als Nederland in de VS had gelegen, dan was onze export nul geweest. Dan was er bijna niks naar buiten de VS gegaan, zeg maar. Dus wat dat betreft is het allemaal relatief, hè. Maar sorry, je vraag was... Want die biologische boeren, ik snap wel dat die onze economie niet kunnen dragen en niet verexporteren. Maar hoe zit dat nou met die middelgrote boerderijen? Is het niet zo dat je eigenlijk moet zeggen van, we moeten terug naar een boerenbedrijf? Is dat niet een criterium? Dat je zegt van, de grote uitstoot zit hem toch bij de grote bedrijven. Dus generiek gesproken, moet je niet toch naar een soort onderscheid van piekbelasters en gewone belasters? Ik denk het eigenlijk niet. Kijk, omdat je van een boerderij van 100 koeien zeg maar kan leven en van twee, je kan toch, zo kun je toch redeneren? Ja, kijk, de eerste opmerking is dat wij hebben niet eens van die hele vreselijk grote boerenbedrijven in Nederland. Hè? Een grote melkveehouderij die heeft 200 koeien of zo. In het buitenland komen hebben bedrijven met 10.000 koeien. En wederom een relativering vanuit internationaal perspectief. Ik heb wel sympathie voor het argument van we moeten meer doen aan dierenwelzijn. Dat wordt dan vaak nogal makkelijk gekoppeld aan kleinschalig. Van kleinschaliger bedrijven, kleinere bedrijven zijn diervriendelijker. Dat is nog maar zeer de vraag. Ja. Maar vandaar dat ik even dat onderscheid intensief-extensief ook inbracht. Ja, kijk. Je hoeft niet biologisch te boeren om wel een koeienvriend te zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, er worden vaak twee dingen verward. Namelijk dat je, als je je zorgen maakt over dierenwelzijn, snap ik, daar heb ik sympathie voor. Dan wordt er gedacht, als we nou de stikstofuitstoot maar omlaag brengen door dwingende maatregelen, dan verbetert het dierenwelzijn, omdat we minder dieren hebben. Ja. Maar dan speel je het echt over de verkeerde band. Want als jij de stikstofuitstoot wilt verminderen, een oplossing zou dan zijn dat je dieren alleen nog maar in dichte stallen houdt,
waar ze nooit meer buiten komen en nooit meer daglicht zien. Maar gebeurt dat ook? Want dan kan je namelijk die uitstoot kan je nou gewoon helemaal controleren. Afzuigen, eraf halen en de lucht zuiveren. Maar dat is dus helemaal niet goed voor het dierenwelzijn. En het is ook zo dat... Maar dat gebeurt toch ook niet veel in Nederland, hè? Nee, gelukkig niet. Dus maar, ik dacht toch wel echt de overgrote meerderheid van de... Nou, kijk, varkens staat wel buiten. Ja, koeien die komen buiten. Maar veel varkens komen inderdaad niet buiten. De intensieve varkenshouderijen, daar zitten die varkens wel inderdaad gewoon... bijna hun hele leven of een hele leven in loodsen, in stallen. Ja. Dus ik snap de zorg en ook misschien wel de verontwaardiging... over dat soort intensieve veehouderijen... Ja. Maar als je dat dan gaat spelen over de band van minder stikstofuitstoot... dan krijg je dus dat die systemen nog intensiever worden en nog restrictiever. Omdat je moet volledige controle hebben over wat eruit komt. En wat er, dus het is gewoon de verkeerde weg om... als je meer dierenwelzijn wilt, ga dan maatregelen nemen die dierenwelzijn vergroten... en niet maatregelen die de stikstofuitstoot omlaag brengen... want dat kan zelfs contraproductief werken. Dit is wel mooi, beste kijkers. Ik spreek met de infameuze Arnoud Jaspers... en in zijn kritiek op stikstof, als we daarop krabben... dan komt daarachter toch een dierenvriend naar voren. dat had niet iedereen verwacht, hoewel het ook wel uit je boek blijkt. Dat is... dat betekent dus eigenlijk dat je moet daar een andere agenda voor voeren. Dus dat wil zeggen, dierwelzijn, als je dat... wil nastreven, dan moet je dat niet via stikstofkritiek. Nee, dat is regelen, gewoon, dat is maar, de verkeerde weg. En in sommige maar dan gevallen, zou je dus gewoon regelingen moeten afsluiten dat bijvoorbeeld varkens weer buiten moeten staan. Ja, dan zou je kunnen zeggen. En dat kan niet, want dan produceren ze weer meer stikstof. Ja, nee, dat is het punt. Hè. Als je zou zeggen varkens moeten buiten kunnen lopen, nou, dan heb je kans dat het resultaat is dat er meer uitstoot is. Dus en dan zal de reactie zijn van de dierenvrienden. Nou, dan moeten we maar nog maar meer de aantallen reduceren, zodat we ook met. Maar dat kan je allemaal zeggen, maar uiteindelijk moet er in dit land ook nog geld verdiend worden. Onder andere met de export van landbouwproducten. Want landbouw per jaar, wij exporteren per jaar voor 120 miljard euro aan landbouwproducten. Dat is niet gering, hè? Dus dat is een groot deel van onze export is landbouwexport. Nee, dat is waar. Als je dat wil afschaffen, nou verzin maar wat anders dan om 120 miljard euro mee te verdienen. Ik zou het niet weten. Ook omdat wij als Nederland qua technologie en qua know-how zo'n prominente positie in de wereld hebben. Dat vervang je niet zomaar even. Ja, dat vind ik altijd een ingewikkeld argument, moet ik eerlijk zeggen. Omdat we natuurlijk genoeg mensen zoeken in allerlei sectoren die ook productief zijn. Dus werkgelegenheid echt zat. En die mensen kunnen ook nog vaak iets met hun handen. Zijn technisch, boeren zijn heel zelfstandig. Dus die zouden het ook in het kapitalisme doorgaans wel goed doen. Maar ik snap ook de traditie... argumentatie van, ja, hoor eens, ik woon hier... Ik heb mijn hele leven rekening mee gehouden dat ik boer kon blijven. Wat bemoei je je mee? Ja. Nee, maar weegt stel, mij ook zwaar, hoor. Maar stel, je zou zeggen van... Oké, er is een tekort aan arbeidskrachten. Al die boeren en die mensen die nu op boerenbedrijven werken... die gaan maar zonnepanelen installeren of zo. Hè? Want er is veel vraag naar. Maar dat betekent niet dat je als land... dezelfde welvaart genereert. Want, Nee, maar dus, ik ga toch niet helemaal mee in het argument. Maar ik, om andere redenen weer wel. Want ik denk dat ik heb boeren in de familie. Ik weet heel goed hoe die denken en leven. Ja. En die gaan ze niet zomaar hun bestaan. Nee, het is helemaal niet een economische calculus voor hen. Daarvoor verdient het eigenlijk ook te weinig vaak voor boeren. Ja, nee, dat argument erken ik namelijk ook. Maar wat je nu zegt is echt genoeg employ in allerlei sectoren. En ik vind juist boeren, mensen onderschatten ook hoeveel je eigenlijk moet kunnen om te boeren. Dus ik denk dat je echt op een andere manier geld kan verdienen en je productief kan maken voor Nederland. Ja. Ook uiteindelijk in export. Maar dan blijven er weer andere. Ook dit is een dilemma. Dan blijven er dan nog andere. Wat ga je met de natuur doen? Van al die boerderijen die vrijkomen. Dat zou ook nog zijn. Weer nieuwe banen creëren die inderdaad niet productief zijn, maar meer ook. Gericht op natuur behoud. Ja, en kijk, be careful what you wish for. Hè. Stel dat al dat landbouwgebied, dat natuurgebied zou worden. Dan heb je dus dat het platteland nog verder helemaal ontvolkt, want er is geen werk meer. Ja, die mensen kunnen niet allemaal boswachter worden. Dus je krijgt echt een nog verdere ontvolking en slechtere voorziening op het platteland. Wat een trend is waar mensen nu al tegen in opstand komen. Hè? Dat zie je natuurlijk onder andere aan de boer-burgerbeweging. Arnoud, tot slot, wat moeten we met Johan Remkes
zijn lijn. Die wordt niet gevolgd door de politiek nu. Hè? Dus het kabinet zou kunnen klappen, maar hij wordt eigenlijk niet serieus genomen. Maar hij werkt nog wel eigenlijk met dat schema. Hij zit nog in de stikstoffuik, maar zogezegd met een menselijk gezicht. Dus hij probeert ook te zeggen van geen piekbelasters aanwijzen. Mm-hmm. Niet met Ariërs werken of met maten. Maar hoe zie je dat nou? Moeten we die stikstoffuik breken door helemaal eruit te stappen en het redesignen? Of zeg je van als je mijn boek goed leest kun je ook nog een paar aanpassingen doen? Ja, de stap 1 is dat we af moeten, als Nederland af moeten van die extreem lage grenswaarden. Heb ik nog tijd om dat uit te leggen? Ja, dat is heel goed juist. Ja, die grenswaarde is echt wat anders dan de kritische depositiewaarde. De grenswaarde is de stikstofdepositie die één individueel bedrijf mag veroorzaken op een Natura 2000 gebied. Dat is dus waar we het net over hadden, over dat ARIES-model die dat dan uitrekent. Hè? En dan kom je op hoeveelheden van enige grammen of zo. Die maar dat is een modeluitrekening dus? Ja, ja. Dat gaat over, dat is echt stikstofhomeopathie, dat gaat over onmeetbaar kleine hoeveelheden stikstof. Die dus al de oorzaak kunnen zijn dat je vergunning wordt ingetrokken of dat je wordt bestempeld tot piekbelaster. Die grenswaarde die wij in Nederland hanteren is absurd laag. Die is 0,07 gram per hectare per jaar. Terwijl bijvoorbeeld in Duitsland is die grenswaarde 300 gram, dus 4000 keer zo hoog. Er is op geen enkele manier wetenschappelijk te rechtvaardigen dat verschil zo groot is. Je kunt al discussiëren over, nou moet het in Nederland dan misschien niet 100 gram zijn of 50 gram. Maar 0,07 gram is absurd. Nou, dat is het eerste waar we gewoon van af moeten. En dat kunnen we gewoon regelen in de wet. En dan heb je al dan mag die wielerronde wel doorgaan. Dan mag dat eendaagse popfestival wel doorgaan. Dan kunnen ook heel veel bouwprojecten om gewoon nieuwe woningen te bouwen kunnen weer verder. Ja. Dus het hebben we niet over gehad, hè? Maar het zet ook een enorme rem op de bouw. Ja, dat is echt een drama. Dat duizenden mensen moeten jarenlanger op een huis wachten. Oh. Omdat een boerderij volgens het model een halve gram stikstof laat neerslaan in een Natura 2000 gebied. Absurd. Dat is echt een drama. Nou, daar moeten vanaf, die grenswaarden. Ik zeg, trek hem gelijk met Duitsland. BBB zegt, maak van die grenswaarden 14 gram. Dat is nog heel bescheiden dus. Zelfs dat zou de hele bouw al van het slot halen. Maak als Tweede Kamer, neem gewoon een wet aan waar dat in staat. Van de grenswaarde is dat. Dan kun je verder. En dan hoef je dus, dan kan je de rest van het... Ik denk wel een can-do antwoord, Arnoud. Dat kunnen we gewoon doen dus. Ja, dat kan gewoon doen. En dan wordt er gezegd van, ja, maar misschien gaat de rechter dat dan wel weer afschieten. Ten eerste, voordat dat gebeurt, zijn we 3 jaar verder. Want zo hard gaat het niet bij de Raad van State. En dan zijn al die bouwprojecten alweer op gang gekomen. Nou, ik moet nog zien dat we dan al die huizen weer gaan afbreken als de Raad van State zegt, nee, dat kan eigenlijk toch niet. Maar je kunt gewoon een wet maken waar dat in staat. Dat zegt zelfs Remkes. Maar doe dat dan ook gewoon nu, snel. En neem dat als Tweede Kamer gewoon aan. Dat is het meest acute, want dat is het meest absurde onderdeel van de stikstofwetgeving in Nederland. Als je dat verandert, ben je al een heel eind. Nou, en in mijn boek zeg ik dan ook nog, dan heb je nog 2 stappen verder. Dat je dus af moet van die focus op stikstof, die obsessie met stikstof, dat je op een veel bredere manier de natuur gaat beoordelen. En als 3e stap zeg ik dan... Maar die is bij jou wel vooral heel coulant, hè? Jij zegt van je moet er niet zo streng in zijn. Of zeg je van er zijn toch ook andere criteria om bijvoorbeeld te zorgen dat die waddenzee fris blijft of dat dierwelzijn vergroot wordt. Dus het is niet alleen maar dat jij zegt het moet liberaler, vrijer... Nee, je moet breder kijken en ook de publieke discussie daarover voeren. En dan kan het best zijn dat mensen willen dat dierenwelzijn een grotere rol speelt bijvoorbeeld. Maar dat staat los van hoe je de staat van natuurgebieden beoordeelt. Dus dat is eigenlijk stap 2. De bredere beoordeling en ook de bredere maatschappelijke context van wat willen we met natuur. Nou, en de 3e stap, dat is het meest radicale waarvoor je inderdaad echt tegen de Europese regels in zult moeten gaan, is sommige van de Natura 2000 gebieden die het meeste maatschappelijke schade, noem ik dat, veroorzaken. Dus die het meest de boeren en allerlei activiteiten in de weg zitten. Ik denk dat je daarvan af zou moeten. Dat enige tientallen Natura 2000 gebiedjes, die kleine lapjes in het binnenland,
die eigenlijk geen nationale of internationale betekenis hebben. Ik vind dat daar een streep doorheen moet, maar daarvoor moet je wel naar Brussel. En dan moet je dus wel gaan zeggen van, hey Brussel, we hebben wel getekend destijds in 2000, ja. Maar we hebben iets fout gedaan, we gaan die fout herstellen. Nou, dat is moeilijk. Tot slot, hoe krijg je ruzie met de Europese Commissie. Hoe komt het nou eigenlijk dat we toen zulke onbelangrijke stukjes natuur zo belangrijk hebben gemaakt eigenlijk? Waarom is dat toen de lobby van natuurbeschermers geweest? Of zat daar toch een ratio achter? Zoiets als van iedere provincie mag er 3 aanvragen of zo? Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik ook niet kunnen reconstrueren voor mijn boek. Het is meer zoiets geweest van dat ongebreideld hobbyisme van allerlei natuurorganisaties, allerlei lokale overheden. Plus dat je natuurlijk wel, als je Natura 2000 gebied hebt, krijg je daar weer Europese subsidie voor om dat te onderhouden. Dus het was ook gewoon van, nou, leuk, fondsen werven, weet je wel. Het leek zo gunstig om lekker overal snippers Natura 2000 aan te wijzen, want dan stroomt het Europese geld binnen. Ja, dus jij zegt eigenlijk, we moeten toch weer meer stikstof tolereren. We moeten naar een integrale afweging van het belang van biodiversiteit. En ten derde, sommige natuurgebieden moeten toch weer een lagere status krijgen. Ja. En dan komen we uit de stikstoffuik. Ja, het is wel zo, qua meer stikstof tolereren. Ik zeg wel, over heel Nederland gekeken, kunnen we de stikstofuitstoot verder laten dalen. Door technische innovatie, misschien ook wel door vrijwillige uitkoop. Maar het zou kunnen dat lokaal, dat je gewoon moet accepteren van, oké, we willen nu een woonwijk bouwen. Dat gaat een klein beetje stikstof opleveren op zo'n Natura 2000 gebied. Moet je gewoon accepteren. Je moet je niet door de rechter laten vertellen dat er echt letterlijk geen gram meer bij mag. Dus dat is lokaal. Dat moet je gewoon, daar moeten we vanaf. Maar over heel Nederland gekeken ben ik het er wel mee eens dat je gewoon geleidelijk aan de stikstofuitstoot verder moet laten dalen. Ook omdat je dan, er zijn ook Europese normen waar je aan moet voldoen. Die worden ook op de duur strenger. Dus je moet wel bezig blijven met de stikstofuitstoot en die omlaag brengen. Maar niet op de manier zoals het nu gebeurt. Of zoals het nu dreigt te gebeuren. Ja, nou ja, we zullen zien. Het kan ook zijn dat het kabinet klapt en dat er toch een heel ander type stikstofbeleid komt en dat de crisis uitstellen, dat die over 5 jaar weer terugkomt. Het gezond verstand zou ook kunnen verdwijnen als het kabinet valt. Ja, ik denk inderdaad dat het kabinet het eind van dit jaar niet haalt. En dan is de grote vraag natuurlijk, wat is dan wel rationeel en redelijk beleid om om te voldoen aan Europese normen en in het drukke Nederland de dingen te doen die nodig zijn. Met een toch wel omvangrijk boerenbedrijf. Ja, wat mij betreft inderdaad wel degelijk met een flinke landbouwsector. Ja. Hey, dank voor je komst. We gaan je boek lezen. De stikstoffuik is nog een leuke ondertitel. En daar gaat het ook wel over. Daar hebben we het niet over gehad in het gesprek. Maar politici in de ban van de ecolobby. Want dat is nog de activist speelt ook nog een kleine rol in sommige hoofdstukken. Dank voor je komst, Arnoud. Graag gedaan. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.